welkom bij het Nederlands Filmfestival. We staan op de Rode Loper en hier gaat het zo allemaal gebeuren. Toet Nederland Filmland komt zometeen kijken naar De Bende van Oz, de openingsfilm van 2011. Maar er was vandaag nog veel meer te doen. Zo was er een expositie van fotograaf Pieter Henket die portretten heeft gemaakt van alle Nederlandse Gouden Kalfwinnaars van de afgelopen jaren. Alles hangt hartstikke mooi, dus ik ben heel tevreden over de mensen die zijn gekomen. En het is leuk om te zien dat René Zoutendijk er is en Carice en Alina. En gewoon, ja, het is voor mij een hele bijzondere avond. Ja, je doet gewoon verschillende dingen en dat stelt hij dan samen. Dus hij stelt je eigenlijk ook zoals hij in de film doet, met datgene wat je zelf meebrengt, dienend op. Ik vind Nederlanders werken op een hele leuke manier met mij mee en zijn niet zo met hun uiterlijk de hele tijd bezig. Dus je krijgt daardoor gewoon hele mooie momenten van acteurs die hun vak aan het uitoefenen zijn. Het is gewoon, dat is niet moeilijk uit te leggen, het is gewoon een soort wisselwerking wat met blikken te maken heeft. Het is niet zozeer dat hij nou echt zegt, je moet dit doen of dat doen. Je hebt hem ook heel vrijgelaten, dus daarom was het ook wel een natuurlijk proces eigenlijk. Ja, ik vind hem heel erg mooi. Het is heel emotioneel, die foto. En ja, dat vind ik aan alle foto's mooi. Dat maakt het ook leuk om te doen. Want normaal als je een fotoshoot hebt, dan is het meestal een beetje of verleidelijk of blij kijken. En bij dit mag je gewoon spelen. Het is veel meer alsof je een film aan het opnemen bent. Ik weet niet welke. Ik kan denk ik niet zeggen wat mijn lievelings is. Misschien is het gewoon één geheel. Maar is dit, staat dit boven mijn Amerikaanse serie? Ja, dat wel. Zometeen gaat het dan eindelijk gebeuren. Dan begint het Nederlands Filmfestival 2011 met de première van De Bende van Oz. De nieuwe film van regisseur André van Duren. Een echte misdaad-thriller. Dat hebben we eigenlijk sinds Lek in 2000 al niet meer gezien. Dus ik ben hartstikke benieuwd. Alleen ben ik ook heel erg benieuwd wat er gebeurd is met Brabant. Brabant was toch altijd die lieve, vrolijke, gezellige provincie? De Bende van Oz, het gaat over Brabant. Wij hebben een beetje het idee dat Brabant normaal een hele gezellige, vrolijke provincie is. Maar ik heb de trailer gezien en dat heeft er niet alle schijn van. Ja, nou, dat was vroeger in ieder geval niet zo, nee. Vroeger was het moord en doodslag daar. Oh, kies die partij voor hem! Ja, zo lang geleden, hoor. Volgens mij, ze hebben zich lang geschaamd in Oz. Maar volgens mij is dat nu aan het keren, want dat is lang geleden. Dus ja, nee, ik denk niet dat ze zich schamen. Maar wij waren een beetje bang dat jullie vanavond meer stuk gaan maken dan Guus Meeuwis ooit recht kan zetten. De mensen ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want Brabant nog ligt. Deze film gaat Brabant goed doen, hoor, denk ik. Ik denk dat Brabant weer helemaal op de kaart wordt gezet. Zet hem op de kaart? Ja, het staat al op de kaart, toch? Nou, ook lekker om in zo'n film dan weer helemaal met allemaal Brabantse acteurs ook weer even helemaal daarin te duiken. Omdat je natuurlijk eigenlijk de rest van het land moet je de hele tijd gewoon juist heel Nederlands worden of algemeen beschaafd Nederlands. Is dat fijn? Ja, dat is heerlijk. Ja, ja, vooral die humor en weet je wel, overal. Ja, met die gasten is het ook heel fijn. En op de toneelschool is natuurlijk mijn zachte G eruit geramd. Maar nu is hij weer terug. We moeten jullie Hollanders niet accepteren. Was het nou weer lekker om dan weer even helemaal in dat Brabantse duiken, ook omdat het lekker is. Ik heb het in de trailer gezien, je spreekt het ook weer echt helemaal. Ja, nou, ik moet zeggen dat ik het eigenlijk wel moeilijker vond dan ik dacht. Want toen ik gevraagd werd voor deze rol, dacht ik, oh leuk, Brabants, makkelijk. Maar omdat het niet mijn echte Tilburgse accent is, moest ik toch heel erg dat leren. Dus dat viel tegen, maar volgens mij is het wel gelukt. De vijand, dat zijn de Hollanders, de marechaussees, daar vechten wij tegen. Hallo. Hallo. Weet jij wie dit was? Nee, maar je kan best vriendelijk zijn tegen mensen die je niet kent. Meneer van Heiningen, toch een van de godfathers van de Nederlandse film. U heeft nu toch weer een nieuwe film gemaakt. Ja, kon het niet laten. Moest er toch weer van gekomen. En André, ja, daar heb ik zo'n mooie film meegemaakt, Kees de Jonge. Dat moest er weer een keer ervan komen. Maar gaat het imago van een gezellig Brabant, gaat dat het overleven vanavond? Ja, want kijk, ze deugen niet, maar in principe zijn ze ook niet onaardig of niet ongezellig. En sommige moorden en steken, maar anderen doen niet zo heel erg veel. Dus ik verwacht wel dat Brabant kan tegen een stootje en de Ossenaar ook. Ik
heb het gevoel dat Brabant het toch wel gaat overleven vanavond. Ik ook wel, Het komt er goed vanaf. Wel gerustgesteld. Nou, dat is alles voor vandaag geweest. Vrijdag is de grote première 170 Hertz. Ja. En dan is er ook nog een talkshow van Claudia de Breij. En die is elke avond in het festivalpaviljoen. Gratis toegankelijk voor iedereen. Gaan we ook wel heen. Ja. Nou, goedenavond en tot morgen.